Thank you.
Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Fijn dat u er allemaal bent. Welkom bij Donner. Ook een speciaal welkom
voor Annette van der Zijl. En Ivan Borgstein, hij gaat interviewen vanmiddag. Zit al zo'n 150 jaar in het boekenvak ongeveer. Dus, heel veel jaren daarvan heeft hij ook geïnterviewd. Dus er moet goed vastgoed komen. Het gaat vanmiddag over Fortuna's kinderen. Het is een prachtig verhaal, daar zullen jullie zo alles over horen. Het boek is van... we gaan eerst interviewen, dan zijn er nog vragen mogelijk uit de zaal, als u die heeft. En daarna gaat Annette van der Zijl nog signeren. Dus het is een geschikte kans voor een prachtig cadeau of een prachtig boek voor uzelf. Koop het dus. Van harte welkom en veel plezier. Goedemiddag allemaal. Wat fijn dat het kan weer. Nog kan. Ik ben ongelooflijk blij. En jij ook, Annette? Ja, dat ja. Dat we hier ja. mogen zijn, dat is toch fantastisch? Afgelopen donderdag had ik echt een soort herleving van de boekenweek. Dat ik midden in de tournee moest stoppen. Ja. En je staat helemaal klaar, de auto is onderweg en opeens een grote leegte. Dus ik dacht, dat gaat me nog een keer overkomen. Ja. Maar ja, toen zat ik naar die persconferentie te kijken. En toen werd er op een gegeven moment gezegd, culturele evenementen... van minder dan 250 personen met vaste zitplaats. Toen dacht ik, dat ben ik. Ja. Dus ja. Ja, dus ik was helemaal opgelucht. Ja, het is mooi dat je nu een cultureel evenement bent geworden. Dat is wel prachtig. Ja. Ja. We gaan het hebben over Fortuna's kinderen. Een van de, zeg maar, de start van Fortuna's kinderen is eigenlijk het boekenweekgeschenk geweest van vorig jaar, of anderhalf jaar geleden. Leon en Juliette, dat heeft u waarschijnlijk allemaal al wel gelezen. Het gaat over Leon Herkenraad, die uit een familie komt uit het Westland, hier vlakbij, het Monster. Zijn geluk ging proeven in Amerika eigenlijk, door zijn ouders geld bij elkaar gespaard en de jongen naar Amerika gestuurd om de grote droom waar te maken. En zijn familie in Nederland te kunnen onderhouden, denk ik. Ja, het was echt een soort bootvluchteling. Dat was een van mijn ontdekkingen ook. Ik had geen idee dat Nederland er zo ellendig aan toe was. Was dat zo ellendig? Hoe zag Nederland er toen uit? Alles ging, terwijl de hele wereld al met stoomboten aan de gang was, ging alles in Nederland nog met de trekschuit. Je had het Jan Salie gevoel. Ja. En dat, Nederland schoot gewoon niet op. En dat ook door allerlei oorlogen met de Engelsen en zo, na de 17e eeuw. Dus dat vind ik altijd wel relativerend en wel mooi ook van de geschiedenis. Is dat je beseft dat de wereld zoals wij hem kennen niet vanzelfsprekend is en ook niet absoluut. Nee, dat is ook zo. Ja. Hij ging dus naar Amerika, werd ziek daar. Ik vertel even een notendop waar het boekenweekgeschenk over ging. Hij werd ziek, werd verzorgd door een heel mooi jong meisje, waar hij later echt heel erg verliefd op werd. En daar is hij uiteindelijk mee getrouwd. Een zwart meisje. Zwart meisje. Nee, dan neemt het even van me over, want ik moest het vanochtend bij Buitenhof ook allemaal al vertellen. Dus ik denk, ik doe het nou eventjes. Hij zit zo aardig op dat even. Ja. Wat ik me afvroeg, en dat heeft meneer Hagens vanmorgen niet aan jou gevraagd. Ja. Hoe het kwam dat Leon niet in New York terecht kwam. Want ik begreep dat vanuit hier, vanaf Amerika Hotel? Rotterdam. Ja, ja. Gingen al die mensen toch naar Amerika toe. En kwamen in New York uit, maar hij niet. Nou, om te beginnen behoorde Leon tot de eerste golf eigenlijk. En dat waren nog vaak jongens van goede huizen. En hij kwam weliswaar van redelijk goede huizen, maar niet van adellijke huizen. En ze hadden helemaal geen contacten. Maar ze hadden een oom die was pastoor in Monster. En die had weer contact met een pastoor in Charleston. Charleston is katholiek. En zij waren ook katholiek. Dus zo is dat contact tot stand gekomen. En die heeft geregeld dat Leon daar onderdak zou krijgen bij een zekere Magnan. Ja. James Magnan. En dat was een wijnimporteur / slavenhouder. En daar zou hij bij gaan werken, maar hij werd dus ziek. Werd met moeite het leven gered door de kleine Juliette. En toen is hij weer teruggegaan naar zijn moeder in Monster. Hij was ook nog maar 18. En vervolgens, zijn wij te verstaan? Ja, gelukkig. Heel goed. En vervolgens... niet te verstaan? Zo beter te verstaan? Ja. Ja?
En okay. Vervolgens is hij teruggegaan en is hij heel veel geld gaan verdienen. En heeft hij Juliette gekocht en meteen haar vrijheid gegeven. En nou ja, daar gaat natuurlijk het boekenweekgeschenk over. Over hun leven en hun liefdes. Ja. Ja. En dit boek is daar inderdaad een uitbreiding van. En heb jij enig idee, ja waarschijnlijk weet je het wel, of hij hier vanuit Rotterdam vertrokken is? Ja, ja, ja. Ja, hij is vanuit Rotterdam vertrokken. Okay, nou, ja. Dat is meteen een leuk met een zeilschip nog, dat werd dan, dat moest dan ook eindeloos wachten tot een gunstige wind en dan gingen ze de kanaal over. Dat boekenweekgeschenk, hoe ben je op het idee gekomen om dit als onderwerp te kiezen? Oh, dat is al heel lang geleden, maar dat heb ik best wel vaak met mijn onderwerpen, dat ik ze al heel lang met me meedraag. Dat had ik met Sonny Boy ook. Ik was ooit geattendeerd op het bestaan van een heel merkwaardig familiegraf in Monster, of bij Monster, vlak achter de duinen, waarin de overblijven of de kisten staan van deze Leon en zijn Juliette en een heel aantal van hun kinderen. En toen kreeg ik dus eigenlijk al een soort dat de basis van dat verhaal kreeg ik in de handen. Alleen, ik kreeg dat omdat ik toen een weeshuis beheerde. Een weeshuis voor verlaten verhalen. Dat deed ik in een historisch maandblad. En dat was eigenlijk geboren, dat idee uit het feit dat vanaf het moment dat ik boeken schrijf, ik echt bedolven word door allerlei verhalen van lezers die zeggen, maar ik weet ook nog een mooi verhaal voor u. En de ellende is, dat zijn ook allemaal hele mooie verhalen, hè, over hun familie. Ik heb nu, keek net in mijn mailbox, hup, staan er weer 10. Maar mijn leven is natuurlijk maar eindig. Ik doe zeker snel 3 of 4 jaar over een boek. En dat lukt mij nooit. En toen dacht ik van nou, ik begin een weeshuis en dan maak ik er kleine verhaaltjes van. En dan kan ik al die mooie verhalen toch een beetje wegdoen. En zo kwam ook Leon en Juliette tot mij. Ik heb daar inderdaad een klein verhaaltje van gemaakt voor het weeshuis. En dacht dat ik daarna er klaar mee was. Maar op de een of andere manier bleef dat verhaal me bij en bleef me een beetje achtervolgen. Ergens in Sonny Boy schrijf ik dat het verhaal zo graag van Sonny Boy en zijn ouders zo graag verteld wilde worden. En dat heb ik hier ook bij gehad. En toen vroegen ze me op een gegeven moment voor het boekenweekgeschenk. En mijn grootste, ik zag wel meteen, dit is een geweldig verhaal. Maar ik dacht 200 jaar geleden en helemaal in Amerika. Jongens, dat gaat me nooit lukken. Dat lukt me nooit om daar genoeg over te vinden. Maar toen kwam dat boekenweekgeschenk en toen dacht ik, nou, dat heeft maar 90 pagina's. Dus misschien vind ik wel voldoende voor 90 pagina's. Ja. En bovendien was ondertussen mijn Amerikaanse prinses uitgekomen, ook in Amerika. En dat deed het echt uitstekend. Dus ik heb altijd heel veel mensen nodig die mij helpen onderweg. En als je ergens naartoe gaat, naar een museumdirecteur of een archivaris of een wetenschapper met allerlei hele gedetailleerde vragen over bepaalde mensen in een bepaalde periode, helpt het wel als ze het gevoel hebben dat je serieus bezig bent. En dan helpt het om een boek op tafel te kunnen leggen waaruit blijkt dat je niet zomaar een fantast bent, maar iemand die echt serieus boeken maakt. Ja. Dus toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon proberen. Zo gezegd, zo gedaan. En ik ben toen begonnen met een bezoek aan Monster. Ik heb die man die me ooit die mail gestuurd had, weer opgebeld. Nou, die viel zo ongeveer van zijn stoel. Die had natuurlijk nooit verwacht nog wat van me te horen. Maar die zei meteen al, dit is een droom die uitkomt. Heel leuk. En hij nodigde me uit naar Monster. Dan moest ik dat graf maar eens met eigen ogen gaan bekijken. Dus ik naar Monster. Ik dacht, nou, ik ga naar een graf. Van 2 mensen die veel van elkaar hielden. Dus ik had 2 witte rozen meegenomen. Heel mooi. Maar ik had geen idee wat me te wachten zou staan. En dan kom je bij een soort heuvel. En hij vertelde, midden in een nieuwbouwwijk. En hij vertelde dat het ooit een grafkelder was geweest in het duin. Maar dat hele duin is afgegraven en daar is later een nieuwbouwwijk neergezet. Dus nu is het een soort heuveltje. En dan zwaait er letterlijk eeuwenoude eikenhouten deur krakend en piepend open. Dat is net een film. En dan kom je in een donkere, een beetje half beschaduwde, hoge ruimte, betegeld. En daar staan een heel stel kisten, 14. En grote kisten en kleine kisten. Want mensen kregen in die tijd enorm veel kinderen. Maar er gingen ook heel veel dood.
En die man die zei van, nou kijk, daar ligt Leons moeder en daar ligt zijn oom. En kijk, hier ligt Leon zelf en daar ligt Juliette. En ja, nee, dan sta je er zo naast. En ja, ik moet eerlijk zeggen, toen had het verhaal me ook wel meteen in mijn nek veel. Ja, dat snap ik. Ja. Want dan ben je echt ongelooflijk dicht bij je onder, bij je hoofdpersoon uit je boek. Ja. Ja. Ja, en wat ook hielp, die mensen in Monster, die waren allemaal heel begeesterd dat ik dat verhaal zou gaan opschrijven. Dus die begonnen al helemaal met allemaal informatie mijn kant op te sturen en zo. En toen ben ik zelf gaan zoeken en toen vond ik in Amerika een mevrouw in San Francisco. En nou, uit van alles wat ze achterliet op het internet, dacht ik, dat zou wel eens een achterkleindochter kunnen zijn. Dus ik op een gegeven moment haar mailadres achterhaald en haar een mailtje gestuurd. En toen kreeg ik met Kiel de post een mailtje terug van, ja, dat ben ik. En hoe kan ik u helpen? En kijk, als zij had gezegd, ik wil niet dat u zich verder met mijn familiegeschiedenis bezighoudt, dan had ik het alsnog niet gedaan. Maar zij was heel enthousiast. Zij vond het echt ook geweldig. Dat was die Karen Bennett, geloof ik. Karen Bennett, waar ik nog steeds heel veel contact mee heb. Want ik werk altijd met veel mensen. Er zitten hier ook een paar mensen van de familie van Erven Doorns. Nou, die bleken gelieerd aan de herkenraadjes. En die hadden een familieboek waar ook weer allemaal mooie dingen stonden. En zo verzamel ik iets meer dan 3 jaar dat ik aan dit project heb gewerkt. Een heel netwerk om me heen. Ja. Van allemaal mensen die allemaal net als ik denken, dit is de moeite om verteld te worden. Ja. Want je hebt dat boekenweekgeschenk, dat was dus af. Dan moet je dan inleveren ergens in november, december. Hè? December al, ja. Ja. En het boekenweek is dan meestal in maart. Ja. Maar goed, hoe kwam het dan dat je verder bent gegaan? Want toen ik het boekweek las, had ik zelf het gevoel, maar correct me if I'm wrong, daar zit veel meer in dit verhaal. Het is compact. Het is compact. Je kunt die. Ja, ik barst een beetje. Ik barst een beetje uit die 93 pagina's. Ik vond het ook ontzettend jammer dat ik geen illustraties erin kon zetten. En toch had ik toen ik het inleverde, dacht ik echt, ik ben nu klaar met dit verhaal. Maar dat verhaal was dus kennelijk nog niet klaar met mij. Want die Karen Bennett, daar had ik in die anderhalf jaar dat ik ermee bezig was, had ik een leuke band mee opgebouwd. En die zei de hele tijd van, kom toch een keer naar San Francisco. Nou ja, ik had toch niks te doen, want het moest toch boekenweek worden. Ja. Dus ik in februari toen naar San Francisco gegaan. En daar kwam ik, dus zat ik bij haar op de koffie en ze kwam met enorme hoeveelheid mappen en spullen aandragen. En toen zag ik bovenop zo'n antieke kast, zag ik een portretje van een in goud gevat portret van een hele knappe, duidelijk zeer deftige dame, schitterende kleren, halverwege de 19e eeuw, 1856 kwam het uit, een mooi kapsel. Maar die vrouw was wel zwart. En dat voelde heel. Hè, de meeste foto's die je kent van zwarte mensen uit die tijd, dat zijn slaven of bedienden. En dat was zo apart. En toen vroeg ik, wie is dat? Toen zei ze, ja, dat is Virginie. Dat is de oudste dochter van Leon en Juliette. En die is als enige teruggegaan naar Amerika. En ik zei, ja, maar ze ziet er zo rijk uit. Ja, toen ze stierf, was ze een van de rijkste vrouwen van de West Coast. En ik had bij dat boekenweekgeschenk dus beschreven hoe deze Virginie op 9-jarige leeftijd door haar vader naar Nederland was gesmokkeld, omdat het veel te gevaarlijk voor ze werd in Charleston als een soort geheim, illegaal zwart gezin. En ik vond dat zo mooi dat ik dacht, ja, daar zit ook nog een verhaal aan vast. Oh, jee, ja. Dus toen ben ik als een gek allemaal boeken gaan kopen en naar tentoonstellingen gegaan. En ook dat archief, dat schoof ze allemaal in boodschappentas. Dat mocht ik allemaal meenemen naar mijn hotel. Dus ik daar eindeloos scannen en zo. En ik heb ook nog een extra koffer gekocht, want het paste onmogelijk in mijn eigen koffertje. En ik weer terug naar Nederland en daar begon de boekenweek. En ik heb die koffer eigenlijk helemaal niet meer aangeraakt. En toen opeens midden in de boekenweek, nou dat coronavirus, hè, dus laten we daar verder niet over hebben. Maar u weet wat voor, nou, opeens stokte alles. En zat ik in mijn eentje thuis, terwijl ik eigenlijk verwacht had nog een week door Nederland gereden te worden.
En toen heb ik die koffer maar zo opengemaakt. En toen ben ik lekker doorgegaan. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik had me geen betere metgezellen kunnen bedenken dan deze mensen. Dan die familie, wat een geweldige figuren waren dit. En wat een lef en wat een liefde. En ze reisden de hele wereld over. Dus ik heb een heerlijke lockdown gehad, eigenlijk. Ja. Maar als ik even terug ga, als je die foto niet gezien zou hebben bovenop die kast, was het misschien wel niet... Ik had natuurlijk wel wat gehoord en stukjes en beetjes. En alleen die foto gaf wel de doorslag. Ik vond dat zo bijzonder. En, en deze Karen, die inmiddels in de 70 is, en haar dochter, het was ook duidelijk haar bedoeling, hoor. Want ze nam me ook nog mee naar allerlei plekken. Naar het graf van Virginie en James. James was haar overigens Nederlandse echtgenoot. En naar hun huis. Ze hadden ooit een prachtig landgoed laten bouwen daar. En dat was allemaal zo spannend en zo leuk. Ik ben er ook een beetje... ik dacht dat ik daar gewoon gezellig even een keer koffie kwam drinken. Maar het liep uit de hand. Maar deze oude dame die heeft zich duidelijk eigenlijk als jong meisje voorgenomen om dat verhaal door te vertellen. En daar was ze de enige in, want in de rest van de familie werd het eigenlijk helemaal verdonkermaand. Omdat in 20e eeuws Amerika mensen zich nog ontzettend schaamden voor een zwart bloed in hun lijn. Ja. Dat kon niet. Ja. Alleen zij had een grootmoeder die er alles aan deed om dit verhaal levend te houden. En dat heeft ze letterlijk genomen. En toen ze het verhaal bij mij onder kon brengen, was ze heel gelukkig. Ja, ongelooflijk. Hè? Ja. Dus ik ging met het verhaal weer terug over de oceaan. Maar je hebt toen, je zegt net, je hebt een extra koffer aangeschaft voor alle boeken en al het materiaal wat je hebt gekregen. Dan kom je dus terug in Nederland. Lockdown begint. Dan heb je dus een enorm berg aan informatie. Ja. En dan? Want dan zie je door de boom het bos niet meer. Hoe werk je dan? Ja, maar ik heb natuurlijk enige ervaring ook met die andere boeken. Ja. Het grootste gevaar van een non-fictieproject, en daar is al menig in op gesneefd, is dat men verdrinkt in de zee van informatie. Dat is echt een reëel gevaar. Ik heb zoveel mensen die hebben dan op een gegeven moment allemaal boeken en allemaal informatie en die denken dat ze dat in hun hoofd kunnen houden, maar dat kan niet. Dus en ik ben ooit opgeleid als buitenlands correspondent in Londen. Ik deed daar international journalism. En daar leerde ik een hele goede tactiek voor reconstructies. En dit is natuurlijk echt een reconstructie. Ja. Namelijk het bijhouden van een factsheet. Heel getrouw, heel saai eigenlijk. Alles wat je vindt en waarvan je denkt dat het interessant kan zijn, dus of over je hoofdpersonen, of over de geschiedenis eromheen, of over hun vrienden, maakt niet uit. Alles waarvan je maar enigszins denkt dat kan relevant zijn voor het verhaal, dat hou ik heel nauwkeurig bij in een soort chronologische volgorde. En dat lijkt dan nog totaal niet op het boek. Het is eigenlijk een heel saaie opsomming van feiten. Het is wel zo dat ik dan vaak, op een gegeven moment heb ik 40 pagina's en dan denk ik, het valt eigenlijk heel mooi uit elkaar in twee onderdelen. Dus dan maak ik dat onderscheid. En uiteindelijk heb ik iets van 500 pagina's met ook al ideeën voor hoofdstukken en zo. En er komt het moment dat ik toch denk van, en nu ga ik echt schrijven. Oh, dus echt voor mij zijn dat twee hele verschillende dingen. Ik merk, kijk, het is heel makkelijk om een saai boek te maken. Een saai, dik, indrukwekkend boek, waarvan iedereen denkt, goh, wat heeft die mevrouw veel opgezocht. Maar dat is iets heel anders dan een boek wat je ook nog verleidt om het te lezen. Ja. Ja. En ik denk dat ik heel veel aandacht besteed aan dat tweede. Wat was je mooiste vondst uit die koffer? Oei, dat is nou toch wel de memoires van James. James was het buurjongetje van Virginie. Hij was 2 jaar jonger dan zij. Hij woonde vlak naast hen in Monster. En Virginie is dus op haar 9e. Nou ja, iedereen die het Boekenweekgeschenk heeft gelezen, weet dat. Is in de uppie naar Nederland gevaren onder hoede van een kapitein. En in een totaal onbekend land terecht te komen waar ze de taal niet sprak. En bij een grootmoeder die ze niet kende. En in een wereld die koud was en grauw en waar het regende. Terwijl Charleston een hele subtropische stad is natuurlijk.
En helemaal in de uppie. En nou ja, zat dat buurjongetje. En die, als ik de familieoverleving moet geloven, is die eigenlijk meteen helemaal verliefd geworden op dit exotische schepseltje van de andere kant van de oceaan. En met een ernstige gezicht. En nou, dat is hij altijd gebleven. En op een gegeven moment heeft hij ook om haar hand gevraagd. En toen toen zei Leon, dat was dus zijn schoonvader, die zei, nou, alles goed en wel, maar je moet eerst maar eens laten zien dat je mijn mooie oudste dochter waard bent. En die heeft hem toen naar New York gestuurd, waar Leon een wijnimportzaak had. En daar is James als loopjongen begonnen, heeft zich opgewerkt en het was de bedoeling dat hij Virginie op zou halen, zodra hij daar echt bedrijfsleider was geworden. Maar net toen werd er goud gevonden in het westen van Amerika. En de hele wereld, dat realiseerde ik me ook helemaal niet. Ik wist wel iets van de Gold Rush, gewoon uit Lucky Luke boeken en uit een cowboyfilm. Maar ik had geen idee dat de hele wereld toen totaal bezeten was door die goudkoorts. En mensen met honderdduizenden tegelijk probeerde naar Californië te komen op alles wat maar kon drijven en kon rijden, maandenlang dwars door Amerika of helemaal om Kaap Hoorn heen. En daar een van die hopefuls was James, die is er naartoe gegaan en om zijn fortuin te maken. En dat is hem op spectaculaire manier gelukt. Ja. En het mooie was, en dat zag ik meteen daar in San Francisco, dat hij heel veel geschreven heeft en ook memoires heeft achtergelaten en veel brieven. En dus dan weet je, hey, ik kan met deze mensen mee naar de Gold Rush. Dat was jouw goudfonds. Dat was mijn, ik vond het ook een beetje goud. Want ik had er ook zo'n zin in toen ik dat las. Dacht ik, dit is zo'n avontuur. Ja. En dat vind ik nog, dit boek meer dan welk ander boek ook, is het een beetje een avontuur. Ja, is het ook. Avontuurroman. We hadden het van tevoren al even besproken. Misschien is het leuk als je het tweede gedeelte, het boekenweekgeschenk begint eigenlijk met een vuurgevecht, een duel. Heel spannend, heel goed geschreven ook weer. Je zit er meteen middenin. En het tweede gedeelte van het boek begint eigenlijk ook met een soort vuurgevecht, maar dan een ander soort vuur. Ik moest natuurlijk een manier verzinnen om James aan de lezer te introduceren. Ja. Vorige week in een NSC-podcast zeiden ze, gingen ze heel serieus in op wat ik nou eigenlijk deed. En dan zeiden ze dat ik vanaf het begin van een boek een beroep doe op de verbeeldingskracht van de lezer. En dat klopt. Ja. Dat vond ik eigenlijk wel heel mooi opgemerkt. En dat, zo kwam ik ook op het idee om het gedeelte waarbij het verhaal eigenlijk overgenomen wordt van het Leon en Juliette, die leven dan nog wel. Maar dat wordt op een gegeven moment overgenomen door James en Virginie. En ga je de geschiedenis vanuit hun ogen bekijken. En nog weer veel later wordt het door een ander echtpaar overgenomen. Die dragen het verhaal. Ja. Maar toen dacht ik, hoe introduceer ik ze nou? En toen dacht ik, ik begin gewoon weer met een vuurgevecht. En dit heb ik vooral gebaseerd op de memoires van James. En ook op krantenartikelen en geschiedenisboeken over die tijd. Maar dit waren dus het soort avonturen waar hij over schreef. En het speelt in San Francisco, toen nog een soort raar tentenkamp vol met goudzoekers. In de nacht van 3 op 4, 1851. Dus 2 jaar nadat het eerste goud daar gevonden was. Fire. De brandbel klonk om 11 uur 's avonds op Portsmouth Plaza, het centrale plein van de stad. Op dat moment waren er 7 mannen in het pand aan Montgomery Street, waaronder James zelf, zijn broer Herman en zijn 2 compagnons, Hanje en Adriaan. De laatste kwam net terug van een dinertje. James en Herman waren, zoals meestal op zaterdagavond, nog op het kantoor aan het werk. Iedereen rende naar het dak. Daar zagen ze inderdaad een onheilspellende oranje gloed aan de avondhemel, zo'n 40 tot 50 houten panden van hen vandaan. Er stond een stevige zuidwestenwind die de vlammen precies hun kant op joeg. James had dit vaker meegemaakt. Dit was nu al de 5e keer in 2 jaar tijd dat er duizenden bouwsels op de kop van het schiereiland, die samen het nog heel jonge San Francisco vormden, in vlammen opgingen.
De voornamelijk uit hout en zeildoek opgetrokken nederzetting was nu eenmaal extreem gevoelig voor brand. Dit door de combinatie van kaarsen, olielampen en houtkachels, de sterke winden vanaf de grote oceaan en minstens zo belangrijk het buitenproportionele drankmisbruik onder haar inwoners. De brand van vanavond zou ontstaan zijn in een verfwinkel, maar iedereen wist dat het net zo goed aangestoken kon zijn door iemand die geen zin had in het geploeter in de goudvelden, zo'n 250 kilometer verderop. Waarom zou je ook, als je dat goud veel gemakkelijker kon vinden in de rokende puinhopen van het huis van je buurman? Maar James maakte zich geen zorgen, want, wist hij, zijn pand was een van de weinige vuurbestendige gebouwen in de stad. Hij had er echt alles aan gedaan. De achtermuur was maar liefst een halve meter dik en met cement bekleed. Zijn binnenplaats had aan drie kanten een bakstenen vuurmuur van meer dan 7 meter hoog. Het dak was eerst met cement versterkt en vervolgens met ijzer bedekt, zodat het bij brand onder water gezet kon worden. Op dat dak stonden 9 ijzeren watertanks en in de kelder was een waterbron, inclusief een pomp waarmee het water met een brandslang naar de bovenste verdiepingen gepompt kon worden. Voor alle ramen en toegangsdeuren had hij speciale ijzeren luiken laten maken van maar liefst 15 centimeter dik. En dus borg hij in alle rust zijn geld, zijn goud, de boeken en de papieren op, terwijl Herman en Adria met de brandslang de halfvolle tanks op het dak bijvulden. Niemand was in paniek. Niemand had een idee van het naderende gevaar. Maar toen gebeurde er iets waar James geen rekening mee had gehouden. Vanuit Frenchtown, de nabijgelegen uitgaansbuurt, sleepten de saloonhouders biljarttafels, stoelen, barkrukken en spiegels naar Montgomery Street. Ze begonnen alles op te stapelen voor en tegen het gebouw van James, in de hoop dat hun bezittingen daar veilig zouden zijn voor het vuur. James begreep meteen hoe gevaarlijk dit kon zijn. Hij en zijn mannen pakten hun revolvers en joegen de saloonhouders al schietend weg. Maar ondertussen zwol het geluid van de oprukkende vlammen steeds verder aan. Alle houten gebouwen achter hem brandden al en het vuur kwam langs de muren, over het dak zelfs. Uiteindelijk gebaarde James zijn mannen naar binnen en liet de ijzeren voordeur sluiten. Ze hadden nu geen idee meer wat er buiten gebeurde. Het was aardedonker en gloeiend heet. Af en toe hoorden ze het gebonk van buren die op hun dak sprongen in een poging zich tussen de watertanks in veiligheid te brengen. Soms hoorden ze mensen schreeuwen. Ze vielen terwijl ze probeerden te vluchten. Ze verbrandden en stikten in de dikke rook. Tot hun verbijstering zagen ze dat de luiken aan de straatzijde van het pand rood begonnen te worden en dat vlammen zich daardoor allerlei gaatjes en kieren een weg naar binnen likten. Even dacht James dat de wind gedraaid moest zijn, maar toen besefte hij dat de saloonhouders uit Frenchtown hun spullen na het sluiten van de voordeur alsnog tegen zijn pand hadden opgestapeld en daarmee een enorme brandstapel hadden gebouwd. En die brandde nu ook. En hoe? James en zijn mannen waren nu aan alle kanten omringd door vuur. Ze deden wat ze konden, maar het pand was groot en ze waren maar met z'n zevenen. De brandslang werd op de tweede verdieping gelegd om de emmers te vullen, waarmee ze probeerden de beginnende brandjes te blussen. Maar toen raakten hun kruien in paniek. De man begon wanhopig heen en weer te rennen en probeerde vervolgens de voordeuren te openen, iets wat een zekere dood voor hen allen zou betekenen. Pas nadat Adriaan gedreigd had hem met een bijl de schedel in te slaan, begon hij weer mee te pompen, met een gezicht als die van een ter dood veroordeelde. Dikke zwarte rook vulde het gebouw. De hitte bij de ramen was zo intens dat ze het daar niet meer dan een paar minuten konden uithouden, alvorens zich hoestend terug te moeten trekken. De blinden werden zo rood als haardijzers. Het vuur vat zich in de houten kozijnen. Stukjes brandend hout vielen op de houten vloer en de rook kroop in de kamers waar ze een paar uur eerder nog zo onbezorgd bij elkaar hadden gezeten. En toen kwam het moment dat het aan de voorkant zo heet was geworden dat blussen en koelhouden geen zin meer had. Beroet en hoestend trokken ze zich terug in de kelder van het gebouw, wachtend op het onvermijdelijke. Alle zuurstof trok uit de lucht. Ademen werd met de minuut moeilijker.
Het gebouw was veranderd in een steenoven. Buiten zwol het verschrikkelijke geluid van de vuurstorm nog altijd aan. Het klonk als dat van de zee, die ze zo goed kenden, omdat ze hier allemaal per schip naartoe gekomen waren en het dreigde hen te verzwelgen. Ja. Dat was James op, op een spannend moment in zijn leven. Een van de vele, kun je wel zeggen. Ja, want ja. Het was bepaald geen zachtzinnige wereld daar in het Wilde Westen. Het was toch heel anders dan aan de andere kant van Amerika. Hè? Want daar was de slavernij eigenlijk nog steeds werd nog steeds toegepast eigenlijk. Ja, op dat moment wel. Ja, op dat moment wel. En in San Francisco eigenlijk helemaal niet. Hè? Nee, en dat maakte San Francisco ook zo enorm aantrekkelijk voor James om zich daar blijven te vestigen. Ja. Kijk, in Charleston werd op dat moment en in de zuidelijke staten nog enorm fanatiek vastgehouden aan die slavernij. Maar in het Westen, het was natuurlijk een helemaal lege wereld. Hè? Er waren indianenstammen, maar er was verder nog helemaal geen samenleving. Nee. En Vrouwen Fortuna discrimineert niet als het gaat om wie goud vindt. Dus alle klassen vielen weg en ook de huidskleur waren niet van belang. En dat vond ik echt geweldig. Ook stukjes in de plaatselijke kranten, ook uit deze periode, waarin heel geamuseerd werd verteld dat de een mooie zwarte man daar op dat marktplein stond, in een schitterend pak met een gouden horloge, terwijl een witte man zijn schoenen poetste. Ja. Dus daar, dat vond ik eigenlijk zo mooi, dat in één eeuw, in dezelfde tijd, in één land naast elkaar kon bestaan. De zwartste pagina van de Amerikaanse geschiedenis naast die ongekende kansen waar Amerika ook voor staat. Ja. Dus ja, dat is goed, maar. En dat gaf mij ook wel een motivatie. En zeker toen, terwijl ik het boek nog maakte, in Amerika de Black Lives Matters beweging opkwam, dat ik dacht, dit verhaal moet verteld worden. We moeten weten hoe dit allemaal zo gekomen is. En het prachtige van deze familiegeschiedenis is dat de hele zwarte geschiedenis van Amerika er eigenlijk helemaal aan in samengebald zit. En nog bijzonderder was het bijvoorbeeld voor mij om uit te vinden dat huis wat Virginie en James hadden gebouwd, dat in de jaren 60... inmiddels, die buurt is enorm veranderd. Het werd een hele gevaarlijke. Oakland werd een van de gevaarlijkste buurten en armste buurten van Amerika. Maar dat is toen het hoofdkwartier van de Black Panthers geweest. De eerste echte emancipatiebeweging van de jaren 60 van de zwarte bevolking. Nou ja, en dat vond ik eigenlijk zo'n belangrijk verhaal om te vertellen. En dat kon ik helemaal aan de hand van deze familie doen. Ja. Dus dat was een. Misschien wilden ze daarom zo graag dat ik het. Ik het zou doen. En hoe was dat voor jou? Want, je leest een heleboel stukken waarvan je denkt van, jeetje, dat het allemaal zo gegaan is met die rassendiscriminatie. Dat je daar heel erg in verdiept, dat moet natuurlijk ook voor jou toch best aangrijpend geweest zijn. Met name de slavernij in Charleston. Ja. Dat vond ik echt schokkend. Ja. Want helemaal in het begin, toen ik ermee begon, was dat voor mij een hele belangrijke vraag. Ik wist dat Juliette een slavin was. Ja. Voordat ze door Leon die vrijheid kreeg. Maar dat is natuurlijk op zich al een absurd gegeven, dat iemand je vrijheid voor jou moet kopen. En ik wist ook dat het in de 19e eeuw speelde. En ik had al een boek geschreven wat deels in Amerika in de 19e eeuw speelde, namelijk De Amerikaanse Prinses. En ik begreep gewoon niet hoe zo'n toch op het oog moderne, progressieve samenleving, dat er ook die slavernij, die in de rest van de wereld al lang als achterhaald en volstrekt barbaars werd gezien, dat ze daar nog zo aan vasthielden. Dus dit was een kans om juist aan de hand van deze mensen uit te zoeken hoe dat ging. En ik vond de wreedheid en het cynisme waarmee de witte elite van Charleston zichzelf probeerde wijs te maken dat het een goed idee was om de zwarte bevolking dom
en eronder te houden. En de straffen die stonden op iedereen die maar brutaal durfde te kijken. En ik vond dat echt verbijsterend. Dat verzin je gewoon niet. Ja, nee, snap ik. Ja. En des te mooier om te zien hoe mijn hoofdpersonen eraan weten te ontsnappen. Ja. En wat ik ook heel erg mooi gevonden heb van dit verhaal, en heel ontroerend, was dat dit verhaal überhaupt nog bestaat. Terwijl er dus generatie op generatie, zeker in Amerika, probeerde men het te verdonkermanen. Omdat dat, ja, hè, die ging niet, omdat ja, mensen gewoon zich schaamden voor het feit dat ze een zwarte voorouder hadden. En pas nu zijn ze er trots op. Ik heb een heel stel jonge nazaten geïnterviewd. Ja. En gevraagd van, ja, sinds wanneer ken je dit verhaal? Ja, de meeste nog maar heel eigenlijk sinds deze Karen Bennett... Ja. Eens een keertje iets over op internet had gezet. En die zeiden, ja, we hadden geen idee. Mijn moeder heeft wel zoiets gemompeld. Maar die zei van, ja, vertel het niet aan je vader, want je vader is tegen zwarte. Zo heftig is dat, ja. Ook in de 20e eeuw. Is dat racisme in Amerika nog? Ja, en een reactie die ik heel veel heb gekregen op het Boekenweekgeschenk is dat mensen zeiden, nu snap ik veel beter de felheid van wat er nu in Amerika gebeurt. En dat had ik zelf ook. Ja, dus afgezien, het was echt een heksenklus om een verhaal bij elkaar te puzzelen wat zo ver in het verleden lag, maar ik werd enorm gemotiveerd, omdat ik dacht, dit verhaal moet ook moet echt verteld worden. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Je bent ook geweest in Oakland in dat huis, want het huis, ja. dat is het nog, hè, van Virginia, ja. En James. Kun je dat eens vertellen? Ja, dat was een hele aparte ervaring, want deze Karen Bennett die zei op een gegeven moment van, ga toch mee naar dat huis. We gingen ook naar het graf van die familie en allerlei plekken waar ze... die van belang waren geweest, maar we moesten natuurlijk ook mee naar dat huis. Maar waarschuwden ze, dat is een gevaarlijke onderneming. Want het is een hele enge buurt. Er zijn allemaal bendeoorlogen en we moeten de deur van de auto heel goed op slot doen, want je bent je leven er niet zeker. Nou ja, wij in die afgesloten, vergrendelde auto op naar Oakland. En dan kwamen we inderdaad in een buurt waar je over de tekst zag van de Bloods en de Crisps. Allemaal van die bendes die elkaar daar naar het leven staan. En daar op een soort vlakte, en daar was vroeger een heel mooi park, maar ze hebben dat allemaal gekapt omdat dat veiliger is, stond nog dat huis wat James en Virginie, ik herkende het nog wel, ooit gebouwd hadden. En nou ja, dat is een soort buurthuis geworden. En dat heeft dus inderdaad gefunctioneerd voor de Black Panthers. Er zijn allemaal foto's van bijeenkomsten daar bij de Grove. De Grove, zo heette dat huis. En nu is het een opvanghuis voor arme kinderen uit de buurt. Wij belden aan. Er kwam een hele aardige zwarte mevrouw die daar de boel runde. En ik stelde me voor en ik zei, ja, ik maak een boek over de mensen die dit huis gebouwd hebben. Nou, zei ze, ik weet, dit is het oudste huis van Oakland. En ik zei, ja, die mensen kwamen uit Nederland oorspronkelijk. Oh, wat leuk, want ze komen wel wat laten zien. Ze begon met allerlei kasten te schuiven en er kwam achter een grote ouderwetse open haard met allemaal Delfts blauwe tegeltjes met molentjes. Dus dat was echt heel schattig. En ze was reuze aardig en op een gegeven moment dacht ik, nou, ik laat haar ook wat zien. Dus ik liet haar die foto's zien die ik had gezien op die kast van Virginie in dat gouden lijstje. En ze was totaal verbijsterd, want ik had niet gezegd dat het ging om een zwarte vrouw. En ze zei, but she's black. Zo van, dat kan niet. Ik zei, ja, nee, dit was Virginie de Vemerie. En zo. En ze zei, ze wees toen echt naar een plek op de muur en ze zei, oh, dit portret moet hier aan de wand. Want ik wil mijn kinderen laten zien dat een zwarte huid niet automatisch slachtofferschap betekent. En dat vond ik zo'n fantastische opmerking. Ja. Dus mijn nieuwe doel is om mijn boek is al in het Engels vertaald en het wordt waarschijnlijk in de lente in Amerika uitgebracht. Ja, dan wil ik naar San Francisco en dat portret gaan ophangen daar. Ja, tuurlijk. Ja, ja. En ik denk dat het inderdaad ook voor de mensen daar een heel belangrijk deel van hun geschiedenis is. Ja,
Ja. Daar kunnen ze ook wel iets mee doen, denk ik, qua... een soort monument maken, denk ik. Voor. Ja, nou, de buurt is er niet echt helemaal naar. Weet je, een achterstandswijk in Amerika is nog net wat meer, wat heftiger nog dan hier in Nederland. Mm. Ja. Maar er zijn wel tekenen van verjupping nu al. Dus ja, you never know. Ja. Ja. En nog even snel het derde gedeelte. Hè, dat gaat over de nazaten van de familie. Daar loopt het niet allemaal even goed mee af, maar zachtjes zeggen. Kun je schetsen wat er gebeurd is in een nutshell? Want kijk, toen ik eenmaal dat verhaal van James en Virginie erbij had, toen besefte ik dat ik misschien wel de familiegeschiedenis te pakken had die ik altijd nog eens had willen maken. En dat ik had altijd wil, omdat ik ben heel geïnteresseerd in hoe generaties op elkaar werken. Het is bijvoorbeeld heel bijzonder om te zien dat hele succesvolle mannen vaak niet zelden zonen hebben die er een totaal potje van maakten. En ook dat was hier ook het geval. James en Virginie hadden 4 zonen gehad, waarvan 3 jong overleden, heel tragisch. En hun enige overleden zoon, of enige overlevende zoon, heeft het erfgoed op spectaculaire wijze doorheen gejast. En ook het landhuis heeft hij verpatst voor veel te weinig geld om aan belastingsschulden te ontkomen. En vervolgens is hij jong gestorven. En zijn familie bleef ook weer in armoede achter. Ja. Echt heel... En ik was ook nieuwsgierig. Nou, dat vond ik een mooi verhaal. Maar ik had ook een mooi verhaal gehoord over een zoon van deze man. Zo'n kleinzoon van James en Virginie. Die enorm zijn best had gedaan om het erfgoed te redden. En dat is hem weliswaar niet gelukt. Maar wat hem wel gelukt is, om via zijn vrouw, via zijn weduwe eigenlijk, dat verhaal over te laten leven. Want dat was de opa van Karen Bennett. En haar oma had er eindeloos verteld over Leon en Juliette en James en Virginie. En daardoor is het verhaal er nog. Dus ik vond het mooi om dat helemaal tot het einde te vertellen. Ja, prachtig. Ja. Ja, ja. Wat heb je van het boek geleerd? Want jij hebt me eens verteld dat je van ieder boek wat je zelf geschreven hebt, dat je daar iets van hebt opgestoken? Nou, wat voor mij heel... Nou ja, het is wat ik al zei, het was geweldig gezelschap. Deze mensen voelden allemaal zoveel lef en zoveel liefde. Nou, dat leert je zelf het klagen wel af, zullen we maar zeggen. Maar wat het overheersende gevoel wat ik erbij had, was iets wat Shaila Shitalsing laatst in de Volkskrant schreef. Van zolang er maar één iemand is die tegen de stroom in durft te gaan, is er hoop. Nou, ik vind dit een heel hoopvol boek. Ja. En daarnaast was het gewoon een heerlijk boek om mee op avontuur te zijn. Ja, dat geloof ik graag. Ja. Ja. Je hebt ongelooflijk veel reacties gekregen, zei je net al. Hè? Ja. Wat is de algemene teneur van de reacties? Ja, goed dat dit verteld is. Ja. En goed om, vooral van, je moet de geschiedenis kennen om het heden te begrijpen. Ja. Ja. Dat is, ik ben historicus, uiteindelijk geworden, na mijn mislukte carrière als internationaal correspondent. Want je had heimwee, hè? Geloof ik. Ja, ik had heimwee. Ja, ik studeerde in Londen. Ik was nog nooit in Londen geweest. Ik was er op een goede dag maar gewoon naartoe gegaan. Ik had het toelatingsexamen, kon je in Amsterdam doen. En ik dacht, ik ga leuk naar Zuid-Amerika. En dan ga ik allemaal spannende guerrilla's tijdens interview en zo. Ik word een soort Oriana Fallaci. Nou, mooi niet, want ik had in Londen al zo'n heimwee naar huis. Dat ik weliswaar die studie heb afgemaakt, maar... Maar toch wel een one-way ticket home genomen heb. Ja, en toen moest ik toch wat, dus toen ben ik hier in terecht gekomen. Ja, mooi. Dan zitten we hier, hartstikke goed. Zijn er onder u nog mensen die iets willen vragen aan Annette? Ja, daar. Hier is een meneer die iets wil vragen ook. Ah, dat is een stok, dat is wel handig. Van alle gemakken voorzien, hè? Hallo. Ja? Oh, houd er zelf vast, ja. Dag Annette. Mijn naam is Peter van Assedelft. Ik kom uit Leidschendam-Voorburg. Ik ben wezenlijk onder de indruk wat je in dat eerste kleine boekje geschreven hebt. Ik wil je even terug... Iets dichterbij, want het is niet te verstaan. Iets dichterbij, want het is niet te verstaan. Oh, ja. Ik wil je even terugnemen naar de avond
dat het om 11 uur was. En ik had het laatste nieuws gezien. En ik denk, ik ga even doorbladeren het boekje van Anne-Jet. Ik zal je vertellen, om 6 uur ging ik naar bed. Nou kijk, dat was nou precies mijn bedoeling. U uit uw slaap houden. Het is zo'n grote indruk op me gemaakt. Het is een soort kleine rode draad die door mijn leven gaat. Ik ben ook naar de grafkelder geweest. Ik bedoel, zeer bijzonder was dat. En ik kan niet wachten op het ogenblik, dat is met Monumentendag, dat ik daar weer naartoe mag gaan. Ach. Ik moet zeggen, ik ben nogmaals in uw schrijven zeer onder de indruk. Ik had alleen een kleine vraag waar ik erg in geïnteresseerd was. Kan je mij vertellen hoe die reis van Leon naar Amerika gaan met een zeilschip? Hoe lang dat duurde, wat de omstandigheden waren aan boord? En misschien een heel klein woord nog, of er nog veel nazaten zijn van Leon en Juliette. En ik wil je hartelijk bedanken. Dus. Dank u. de reis ging naar Leon en Juliette. Nou, daar heeft u wel meteen een tierpunt te pakken. Want dat heb ik in het boekenweekgeschenk helemaal verkeerd opgeschreven. Maar gelukkig maar, achteraf gezien, ik deed er maar een gooi naar. Ik had eigenlijk geen idee. Ik dacht, nou, 2 weken zeilen. Dat lijkt mij wel genoeg om aan de overkant te komen. Dus behalve al die leuke reacties kreeg ik ook een mail van een meneer uit Amsterdam. En die zei, een prachtig boekje, maar dat kan toch niet zo zijn. Maar dat niet alleen. Hij had ook voor mij opgezocht met welk schip Leon was gegaan. Hij had de passagierslijst voor me gevonden. Hij had berichtjes uit Engelse kranten dat schip gezien was. Hij had een berichtje uit een Rotterdamse krant hoe dat schip vertrok, wat er geladen was. Hij had zelfs een berichtje hoe het in Charleston aankwam. Dus nou, ik zei, nou, geweldig meneer, tegen deze meneer, onbekende meneer. En wat fijn, dat kan ik allemaal verwerken nu ik bezig ben met een grote boek van te maken. En wat geweldig dat u het allemaal gevonden heeft. En toen kreeg ik weer een mailtje terug en toen zei hij van ja, want ik heb ook nog gezien dat Leon weer teruggegaan is naar Nederland. Nadat hij beter was geworden, wist ik ook niet. En toen maakte hij de cruciale fout om me te vragen, zijn er misschien nog meer dingen die u zou willen weten? Nou, dat heeft de arme man geweten. Want ik had natuurlijk, die lui die deed, nou, die namen het boot zoals wij de tram nemen. Echt waar, dat was indrukwekkend. Zeker in de tijd dat het nog zo gevaarlijk was. En ik had allemaal gegevens van James die naar New York ging en James die terugging naar Monster om met Virginie te trouwen en naar al die reizen. Dus ik heb er allemaal lijstjes van gemaakt die naar die meneer in Amsterdam opgestuurd. En ik kreeg de hele tijd maar prachtige mails met allerlei informatie. En nou, ik wist als hij het niet vindt, dan is het niet te vinden. Dus ik heb hem in mijn nawoord ook tot hoofdscheepvaart van dit project gebombardeerd. Ja, en zo, behalve de mensen die ik zelf lastig val met allerlei rare vragen over het treintijden en zo in 1893, zijn er dus ook mensen die zelfs ja, zo bij mij binnenkomen en ook denken, dit is een leuk project en mij helpen om aan de puzzelstukjes waarmee ik uiteindelijk de hele puzzel bij elkaar kan puzzelen. Ja, ik heb de beste man toevallig gisteravond in Scheltema in Amsterdam voor het eerst ontmoet. Hij was naar een lezing gekomen. Nou ja, mijn dank was eindeloos. En hij ging weg en zei, als je nou nog eens wat wil weten. Ik zei, nou, pas me op. En hij wist gewoon alles van Nederlanders die naar Amerika waren gegaan. En van die zeilvaart en die schepen die heen en weer gingen. Ja, ja geweldig. Hè? Ja, echt fantastisch. Ja, ja. Dus ik was eigenlijk wel blij dat ik die fout. Want ik zei gisteren, nou, als ik nou gewoon had geschreven, Leon ging naar Amerika, zeilde naar Amerika, punt. Had u mij dan die mail gestuurd? Nee, zei hij. Dus, nee, lucky me. Ja. Ja. Ja, je moet de goden ook echt een beetje aan je kant hebben als je zo'n project aangaat. Ja, ja. Mooi. Achterin was ook nog een vraag. Ja, goedemiddag. Allereerst dank u wel voor het schrijven van het boek. Ik heb ervan genoten. U zei net dat u veel positieve reacties krijgt. Dat lijkt me terecht. Maar u gaf in uw nawoord ook aan dat er ook wel een discussie zou kunnen bestaan over dat andere mensen wellicht een ander verhaal hadden geschreven met dezelfde feiten. En dat
Dat er misschien ook mensen met een andere huidskleur het verhaal hadden moeten schrijven eigenlijk, volgens sommigen. Ja. Heeft u die reactie ook daadwerkelijk gekregen? En heeft u er van tevoren al een soort van rekening mee gehouden bij het schrijven van het boek? Dat is een hele goede vraag. Ik heb die reactie niet gekregen. Ik heb ook geen rekening gehouden met het schrijven van het boek. Behalve dan dat ik wel vond dat ik in mijn nawoord, ik maak altijd een soort aan de lezen. Dan ben ik even met u samen, zullen we maar zeggen. En kan ik iets vertellen over de wordingsgeschiedenis van zo'n boek. Ik vond wel dat ik er aandacht aan moest besteden, omdat het gewoon aan de hand is. En ik het ook de moeite waard vind om er aandacht aan te besteden. Vanochtend hadden we het bij Pieter Jan Hagens, voegde ook al na. En toen heb ik ook gezegd, ieder mens zou, het is niet wellicht dat mensen er een andere invulling aan zouden geven. Het is zeker, alle mensen die ik ken, die deze feiten zouden hebben, zouden er weer een andere draai aan geven. Dat is nu eenmaal inherent aan het feit dat je een boek schrijft. Maar mijn principe is wel dat ik vind dat verhalen door iedereen geschreven moeten kunnen blijven worden. Dus ik snap het sentiment erachter. Het idee van de zwarte gemeenschap heeft haar verhalen zo lang niet zelf kunnen vertellen. Maar ik vind toch niet dat ik daardoor dit niet mag vertellen. Zoals ik ook. En dat heeft ook een hele egoïstische reden. Ik schrijf vanuit nieuwsgierigheid en vanuit avonturierszin. Als ik alleen maar mocht schrijven over mensen zoals ik zelf, zou ik me dood vervelen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk die reactie ook niet bijvoorbeeld in kranten of in tv-programma's, waar ik toch veel ben geweest met dit boek, dat ik boze mensen naar me toe hebben gehad, gekregen die zeiden, dit had niet gemogen. Maar misschien scheelt het dat ik ooit Sonny Boy geschreven heb. En dat ging natuurlijk ook over zwarte en gekleurde mensen in de hoofdrol. En ja, dat is. Ik geloof niet dat iemand ooit kan zeggen, mevrouw van der Zijl, dat had u niet mogen schrijven. Dus, ja. Nee, denk ik ook niet, ja. Er was nog iemand met de vraag erbovenin, geloof ik. Oh, dat was waarschijnlijk die meneer dan. Nou, mooi. Die mevrouw. Deze mevrouw heeft nog een vraag. Dan komt de microfoon bij u, mevrouw. Ja. Ergens in een bijschrift bij een foto schrijft u dat de donkere mensen bijgekleurd waren. Was het portretje in The Grove ingekleurd, bijgekleurd? Nee, ik schreef juist dat het zo opvallend was dat de enige van de kinderen die naar Amerika teruggegaan is, die is er op alle foto's. Of overigens niet alle hoor, want er is ook een foto in Parijs. Die is duidelijk ook opgewit, zoals dat heet. Maar de foto's in Amerika, in San Francisco, daar is ze duidelijk een donkere vrouw. En haar broers en zussen die in Amerika bleven, die zijn inderdaad allemaal opgewit. En dat vond ik dan ook wel weer een heel merkwaardige constatering, dat zo automatisch gebeurde. En schandalig. In de Grove, daar komt ze gewoon donker. Zoals ze was. Ja. Een hele knappe, ernstige, donkere vrouw. Ja, ja dat is. Oh ja, zeker, tuurlijk. Ja. Nou, mooi. Ja. Dus ik zou zeggen, iedereen moet het boek maar kopen, want dan kun jij naar die foto gaan brengen. Ja. Ja, toch? Ja, ja, ja. Ja, ja. Mooi. Dat doe ik toch wel, hoor. Ja, dat dacht ik al. Ja. Mooi, dank u wel allemaal voor uw komst. Dank je wel, Annette. Dank je wel, Boekhandel Donner, dat we hier mochten zijn. En ik wou nog even één ding zeggen. Dat is misschien een beetje de dominee zo in mij. Als u boeken koopt, kom vooral in deze fantastische boekwinkel Donner. Want ik vind het altijd een feestje om hier te zijn. Dankjewel. Ja, jij gaat even signeren. Ja, fijn.
Ja, vond je het leuk? Ja. Ik praat er heel veel uit. Dus, ja. Nee, zeker.